frietje en een frikadelletje. En waar ga je naar Chriske? 11 frikadellen. 11 frikadellen. Dat zal ik eens beginnen. Oh, zin zeg! Oh! Frietjes, frikadellen! Zinkjes! Dubbele mayonaise op die zat. Kijk. Nee, mayonaise. Lekker! Lekker! Elf frikadelletjes. Dan doen we rellen naar Chriske. Dan ga je de bier en dan ga ik hier mee naar huis. Oh, lekker! Nou, ik zie u straks, dag Chriske. Hallo! Ik ga hem van mijn friet eten. Ah, lekker! Lekker! Lekkere frietjes! Wat zien we dan nou? Ik zie kan nog meer wat jij. Oh my god, Billy! Zal ik jullie nog meer van ons vastenavond zonderland laten zien? We hebben zoveel dingen, joh! Oh, kom mee! Hey, kom! We gaan de rest laten zien van het vastenavond. Zeg maar, Oudoe! 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 Even kijken, dan mag je rust. Kom jongens, naar binnen. Wow. Leg hem maar terug. Jongens. Ja, mooi. Het is geen baby. Zeg maar even, dag tegen de brandweer. Goedendag. Hoi. Mag ik wat vragen? Dat mag zeker. Ik ben op zoek naar 3 vreemde wezens. Heb jij die misschien gezien? Nou, nog iets zegt. Er waren net wel 3 groene rare mannetjes. En die renden richting de voetbal. Ah, dankjewel. Dan gaan we die kant op. Succes. Houdoe. Houdoe. Moet je voetballen. Bal. Oh.
tjakka. Hey, hey, hey. Gevaarlijk. Nou, Chriske, dat was niet het slimste plan. Laten we naar Prinsat gaan. Klopt, die kant op. Kom, jongen. Daar trap ik geen twee keer in, hè, mannen. Ik ben blij dat ze weer hier zijn. Wie? Die wezens natuurlijk. Ik ben blij dat ze er weer zijn. Ik heb er een hele dag werk aan gehad. Ik kon ze niet vinden. Zocht jij die plusje, Ruud? Ja, gelukkig hebben we ze gevonden bij het zwembad. Oh, ik heb er de hele dag mee rondgelopen. Van het zwembad naar de friettent. Oh, doe maar op. Ze zouden er zo gek uit. Ik denk, oh, net zo gek als mijn. Laat ik ze lekker meenemen. Hé, hey, Boeben, wat is dat allemaal nou voor rare dingen hier, hoor? Want ja? Er komt daar gewoon naar Chriske en plusje Ruud. Maar wat hebben die nou allemaal bij? Ja, die hebben die wezens mee bij. Ik denk die bij mij in de wei geland waren. Dat zijn jullie? Ja, dat zijn jullie, ja. Ah. Ja. Nou, Prinsat, ik denk dat ze naar huis willen. Oh jee, ze zijn de sleutel kwijt. En nou kunnen ze niet terug. Dan blijven ze in het vastenavondsalteland. Maar dat kan ook niet. Ik denk wel dat wij iets kunnen verzinnen voor die mannetjes. Denk je ook niet? Als we nou allemaal even onze koppen bij elkaar steken. Maar misschien, als we nou eens iets bedenken, dan wordt ze dan toch nog even. Dan hebben we kunnen een klein plan. Ja, dus ja, ik denk wel. Ik denk dat daar wel eens dat is een goed idee. Dus dat gaat even. Goed idee. En? Ja, ik heb een plan zodat die wezentjes naar huis kunnen zonder sleutel. Dan zijn we toch wel heel benieuwd wat jullie plan is om die mannetjes terug naar huis te brengen. Hi, Buf. Hi. Oh, niet weer een AJ. Ik bedoel in een hallo. Oh. Jij bent toch, hè? Ik trap ook je ken. Ja. Ja. Godsamme zeg. Heb je het al gehoord, die mannetjes? Nee, wat is er nou weer mee? Ja, nou, ze zijn gepakt, hè, die groene mannetjes. Groen waren ze, ja. Ik hoorde dat van die groene mannetjes. En toevallig had ik het van de week in de marktwinkel in de etalage. In een heel mooi groen kleedje. Oh, zo mooi. Ik denk, nou, dat moet ik gaan passen. Dus ik er naartoe. Ik denk, nou, ik ga dat vragen, hè. Zou ik dat groene kleedje in de etalage eens mogen passen? Weet je wat ze zeiden? Jot? Maar we hebben ook pas ook gezorgd. Ach.
Ah. En heb ik nog gekocht, Buf? Nee, ik heb niet meer gekocht, maar weet je wat ik wel aan docht? Nou? Hé, hey, ga het toch over die UFO's, die UFO's? Dat zou ik toch ook wel eens willen. Hé, hey, met een UFO mee vliegen. Lekker naar de zon. Lekker. Oh, heerlijk. Dat kan toch helemaal niet? Hoezo niet dan? Dat is veel te heet. Ach, joh, wel nee. Dat vliegt toch gewoon s'nachts? Ja. Maar, weet je wat? Wat ik wel gehoord heb, is, en wat ik heel blij om ben, is dat de politie die mannetjes toch gepakt ja. heeft. Vinden ja. jullie niet? Ik ja. vind voor wel. Die politie van bij ons trouwens, hè, die is zo snel, zo snel. Ik zag pas, hè. Ik zag onze na, die zag ik op zijn fiets. Hè. Je weet hoe hard dat die kan fietsen, hè, op dat fietsje. Ja. Op zijn fiets fietsen. En die politie, die rende achterop, die rende achterop. Stop, stop, riep die. Nou, en wat denkt die na? Hij kijkt achterom. Hij zegt, hè, wat? Die politie die riep van, geen licht. Stop, stop. Die naar die kijkt achterom, die zegt van, ik weet dat ik geen licht heb, maar ik heb ook geen rem. En weg was die. Ja, kreeg die nooit te pakken, hè? Nee, nou, het is allemaal waar. En weet je wat er gebeurd is daar al in die wijk? Wat heb je dat al gehoord? Nou. Goedemiddag, we zijn hier live bij Breda Airport, oftewel vliegveld Sippe. Het plan van de prins wordt ten uitvoer gebracht. Hij dacht bij zichzelf, weet je wat? Als we die mannetjes nou eens gewoon met een vliegtuig terugsturen, dat moet toch wel lukken? Nou, we gaan het vandaag eens even uitproberen. Ja, nacht Chriske, nou staan we hier op Breda Airport en... Nou hebben wij natuurlijk wel Co de piloot. Hebben we nog. En Co de piloot, die kan ons plannen uitvoeren. Want als wij nou eens zouden zeggen, Co, kun jij met die mannetjes in jouw supersonisch groot vliegtuig, kunnen we dat naar boven brengen, dat die mannetjes naar hun eigen planeet gaan? Nou ja, Prinsat. Ons vliegtuig komt natuurlijk wel heel hoog. Maar dan weet ik natuurlijk niet zeker hoe hoog hun planeet is. Dus dan moeten we even kijken. We kunnen het altijd proberen, maar ik kan niks verzekeren. Ik heb er vertrouwen in, Oco. Ik heb best wel het idee dat dat helemaal goed gaat komen. In jouw handen moet dat echt wel lukken. Wat denk jij naar Chris? Hier kunnen ze niet aarden. We hebben ze alles laten zien in het Vastenavond Sotterland, maar ze moeten terug naar hun planeet. Het was natuurlijk heel leuk met jullie hier in ons Vastenavond Sotterland te hebben. Maar ja, jullie willen naar huis toe, dus Co die piloot, die gaan jullie naar huis toe brengen. Dus ik zou zeggen, goeie reis! Goeie reis allemaal! En jullie gaan aan huis! Hallo! We gaan naar huis. Ja, hey, dat was nog eens een goed plan. Oh, he. Oh, dat was leuk. We gaan kijken naar alles. Toch? Het vliegtuig is weer terug. Jezus. Jeetje, Co de piloot. Prinsat, het is ons niet gelukt. We zijn heel ver gekomen, maar we net tekort. Hoeveel tekort? Ja, maar een heel klein stukje waren bijna. Ja, jammer. Maar ja, wat gaan we nou doen? We hebben geen tijd om... De carnavallen. We moeten gaan. Prinsat. We moeten toch iets anders gaan verzinnen. Het Vastenavond Sotterland staat op ons te wachten, Prinsat. Ja, nou, dat is maar één ding. Dan gaan ze mee carnavallen. Ja. Ja? Dan moeten we mee.
Nou, beste kinderen, jullie hebben het vast en zeker wel gezien. Het is me toch niet gelukt. Ze konden niet terug naar de planeet. Dus ze blijven hier in het vastenavond Sotterland. En wij met z'n allen moeten ervoor zorgen dat die groene mannetjes een hele leuke carnaval kan hebben. Gaan jullie ons helpen? Oké, dan zie ik jullie de volgende keer weer.